Mijn zoon. Maar nu kunnen we wel shownieuws kijken. Nee. Shownieuws. Dit is helemaal niet keer, man. Wat is worden? Nee, shownieuws. Shownieuws. Tum. Martin, waar is die kabel? Hier genoemd, ga even. Bukken, Dennis. Oh, daar gaan we. Oh. Ja, bukken, verder. Oh. Ja, daar. Hier. Nee, op dat grij op de kast. Huh? Gewoon onder, dit, onder die kast, op die grijze doos. Net als ik zie je Bills play. Zie je Tarrels? Zal een beetje. Zie je Tarrels? Dat is Tarrels, kijk. Is vies! Nee, kijk even voor het mensen thuis. Dit is best wel speciaal. Wij hebben namelijk een composiet in de zoon, kabel. Huh? Ja? Voor. De 360, de PlayStation 3 en de Wii tegelijk. Wat is dus het geval? Je zet alle drie consoles naast elkaar, want iedereen heeft natuurlijk drie consoles. Pleur de shit erin. En als je op je Wii wil spelen, zeg je Wii en 360. Het mooie is dat hij ook HD en zelf 1080p erheen jengelt. Niet dus. Dat is wel waar. En je Wii wordt dus in 480p. Ja, nou dat is het dus. En we gaan even kijken wat het verschil kost. Is tussen. Wat kost die grap? Wat die grap kost? Wacht. 25 euro's of zo. Op zich, als het werkt, ga ik het thuis ook halen. Kijk, want dit is natuurlijk ideaal voor de man met te veel consoles. Van Wii, een Xbox en een PlayStation? Ja. Wist je dat hier lag? Ja. PlayStation 3? Wauw. Kijk, wat is dit? Het kost $25. Je $25. Je hebt je PlayStation 2, je PlayStation 3 en je Wii. Meld maar die site eens even wat je daar. Die component, dat kan niet, want het komt uit Hongkong en dat is illegaal. Maar die kabel die wil ik. Ja, dat, ik heb het gezegd. Ja. Nou, we gaan nou even kijken of het werkt. Als het werkt, dan gaan we er gewoon een paar bestellen. Doe het eens aan, Maarten Dennis! Doe het aan! Dus had ik nog aan jou wat. PS3, is het 1080p wat er erin gejaagd wordt? De PS3? Ja? Nee, dat is alleen HDMI kan. Component, ja, volgens mij doet hij al 1080p. Oh, waardeloze kutje. Wacht even, ik heb net even iets gezegd dat niet waar is. Hij gaat er 720p, maar hoog gaat hij niet. Maar het ging ons onder de Wii, want die kan namelijk wel 780p aan. Kijk, als je, of 480p aan. En ik ben wel benieuwd of je dat ziet op zo'n televisie. Maar ik zie dat niet. Had je hier verrot wel aan staan? Nou, het is duidelijk zichtbaar hoor. De baan zag. De tarrels. We hebben een tarreltje loer, hè? Tarrels hangen in de bomen. Zag je littekens, Dennis? Tarreltje loer. Wat heb je voor littekens op je rijt? Dat, ik ben wel in een blote hol een ruit tegen. Nou, dat was het, ja. In Kroatië. Toen ik bij de Special Forces zat. Nee hoor, dat was toen ik mijn hol liet zien aan een paar mooie vrouwen aan de andere kant van het raam. Toen ik mijn hol tegen had, flikkerde ik dwars door het raam heen. Zullen ze leuk gevonden hebben. Zullen wel sexy uitgezien hebben. Nou, dan moet ik wel zeggen dat ik die nacht na wel gescoord heb door een van die vrouwtjes die ze wel zo sneu vond voor mij. Die zo, dat mocht je bovenop. Je smeren. Nee, ik had echt zo'n lui eraan. En het mooie was, die nacht na moesten we met de bus naar huis doen. Dat was helemaal niet leuk. Stikseer. Maar, we hebben het aangesloten en, oh ja, niet vergeten. Op de Wii zetten. Ik haat er om dingen aan te sluiten. Het is beter om het Dennis te laten doen. Oké, Skate. Ja? Kan deze uit. Ik moet deze game op de Kalverstraat staan. Doet het niet. Nou, bommen we weg. Nee, je moet even een ander AV-kanaal soort. Zeg maar het AV-kanaal die ook echt component. Hebben jullie een nieuwe titel gezien trouwens in de tussentijd? Ja, ik zag wat Tattoo Yourself van Lucky 13. Dat is eigenlijk een nieuwe titel. Dat is nieuwe stof. Oh. Skate, doe even 480p. Skate, naar wie? Het mag naar wie? Iets zachter voor mij, hoor. Nee, dat moet. Jezus. We hebben straks goede muziek. Ik zeg niks. Ja, dat kan je me nu. Verkeerde controller. Ja, ik weet niet waar die andere is, hoor. Ik zeg.
kan niet wachten tot het liedje zal weer beginnen. Oh, ik ook. Screen! De vee, met een shirt. Ja hoor, dat willen we. Televisie. Dat is ED TV. Dat is AdTV. Van die film. Ja, ja. Oh, ik vind wel dat het irritant en... Ik snap het hard staat. Ik denk dat we misschien wel een kat in de zak hebben. Ik vind het allemaal niet mooi uit. Ja, volgens mij maakt het geen reet uit. Start! Ik denk die dat ligt hier start. Niet. Start. Kan alles wat je wil, kan je ook op die witte kast staan. Start. Zou ik? Omdat de afstandsbediening hoort bij de andere tv. Er is, we hebben hier nou de afstandsbediening bij. Die grote, die hier net. Hey, dus die kabel is kut. Oh, hier nee, nee, daar zijn we nog niet. We kunnen dat straks heel duidelijk zien aan waar, of die goed is of dat het dus niet zoveel uitmaakt. Eerst het liedje. Want wat het. Wat is dit voor kinderen? Is dat de katerranden. Niet zacht uit! Ik denk dat het zelf minder mooi is. Dat is meer dan makkelijk. Dat was net beter, hoor. Dat was net beter, want wat het verhaal. Ik wil even een conclusie geven, want wat mij dus verteld is, dat dankzij die 480p weergave op een HD-TV, dat je die kartenrand dan een stuk minder zou zien. En ik heb het idee. Meer. Nou, als jij het duidelijker ziet. Ik denk dat het op een echte tv en niet eens op bakkerbak. Dit is die resultjes genoeg voor zoiets. Hier op dit is uit om ze te zien. Ik ben niet onder de indruk over deze kabel. De kabel is kut? Nou, mag je wel zeggen. Maar weet je waar ik trek in heb? De kabel is kut. Ik vind dat we hem nog niet goed getest hebben. Wat is dat? Bier. Daar heb ik nou wel trek in. Oh, moet gelijk weer bier betrokken worden in dit item. Ja, dat is toch ook wel. Waar ik niet helemaal tegen ben. Ja, komt het toch nog allemaal goed. Ja, eigenlijk goed, al goed. De kabel is niet zo best, maar... Het bier smaakt best. Dit is lekker. We gaan de kabel gewoon goed zuipen. Ik zie wat. Zie je bier? Jelle heeft wel een briljante nieuwe IE-prijsvraag gemaakt. Wat dan? Ik moet hem even zien. Ik wil hem even zien, mag ik ook een biertje? Oh, thanks. Dit is kroppen. Check. Uit. Straks nog. Dat kunnen wij goed dansen. Briljant.